Maar ze heeft een moeilijke tegenstander. En de Schiedamse heeft het moeilijk. Het is een soort houtdegen die voortdurend op Fontijn afkomt. Maaiend naar het hoofd. Altijd zilver, altijd laat ik het net liggen. Ik ben gewoon nog niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Daar sta ik dan. In het midden van de ring. En ik krijg klappen. Heel veel klappen. Ik heb pijn. En ik voel een bloedsmaak in mijn mond. Ik voel me zo moedeloos. En mijn coach schreeuwt wel wat ik moet doen, maar niks lijkt te lukken. De timing is nergens. En dan komt die klap. Ik zie hem niet aankomen, hij komt uit het niks. Maar hij vaagt mijn totale beeld weg. En alles is zwart. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want ik was zo goed voorbereid. Ik was fit. Scherp in de warming-up. En ik had een superstrak gameplan. En toch sta ik hier. En ben ik degene die de klappen krijgt. Er is een stemmetje in mijn hoofd dat zegt, hoe moet ik in hemelsnaam door? Want ik moet nog 2 rondes. En dan komt het beeld weer terug. Ik ga rechtop staan. Adem in. En ik focus. Ik herpak me. Ik ga door. Want ik moet door. Ik verlies de ronde, maar ik win de wedstrijd. Mijn naam is Nouska Fontijn, Olympisch bokser. Ik ga vandaag een aantal tools met jullie delen die ik heb geleerd in 14 jaar boksen. Want er zijn een heleboel overeenkomsten tussen boksen en het echte leven. The Ring of Boxing en The Ring of Life. En wat als we allemaal het leven zouden benaderen zoals een bokser zijn belangrijkste wedstrijd benadert? Want het zijn dezelfde tools die zullen zorgen dat je door kunt gaan, dat je kunt excelleren naar een niveau waar je nooit eerder bent geweest. En die ervoor zullen zorgen dat ook jij een kampioen kunt worden in je eigen Ring of Life. Ik heb de geleerde lessen opgedeeld in 3 delen. Prepare, care, repair. Prepare. Voorbereiding. Voorbereiding in het leven is key. Je wilt je voorbereiden op wat er komen gaat. Voorbereiden op je doelen. En daar zal je heel hard voor moeten werken. Maar wat is voorbereiden eigenlijk? Voorbereiden gaat vooral om het voorkomen dat het misgaat. Dus als je een hike gaat maken in de bergen, dan neem je een routekaart mee, zodat je niet verdwaalt. En als je hier een TED-talk komt geven, dan zorg je dat je de tekst kent, zodat jullie niet een kwartier naar de kroonluchter zitten te staren. En als ik de boksring instapte, dan maakte ik een plan en dan bereidde ik me voor, zodat ik geen klappen kreeg. Boksen is de nobele kunst van de zelfverdediging. En mezelf verdedigen, mezelf beschermen, is dan ook mijn allereerste prioriteit. Mezelf beschermen tegen klappen. Mezelf beschermen tegen elke mogelijke knock-out. En zo is het ook in het leven. Want ook in het leven wil je wegblijven van problemen. Stay away from trouble. Jezelf behoeden van ellende. Voorbereiding start met focus. Een laserfocus op je doel. Focussen op die ene taak die voor je ligt. En dat focussen doe je allereerst vanuit je brein. Door de juiste dingen te denken, maar ook de juiste dingen te filteren. Maar we kunnen ons ook laten leiden naar focus door je buik, je onderbuik. Want als er iets is wat ik geleerd heb in 14 jaar boksen, dan is het om altijd op een onderbuikgevoel te vertrouwen. En ze noemen je onderbuik dan ook niet voor niets je tweede brein. En dan is er nog een orgaan wat ons kan leiden naar focus. Dat is het hart.
In de ring had ik mijn vechtershart nodig. Maar het is ook jouw hart waar je je passie zult vinden. Dus volg je hart, volg je passie. Focussen door de juiste dingen te denken, je onderbuikgevoel te vertrouwen en je hart te volgen. En als je dan gefocust bent, dan is het tijd voor een gameplan. Want je weet waar je naartoe wilt. Je weet wat je doel is. En nu is het tijd om de strategie daarvoor te bedenken. Dus je hebt je eindbestemming en nu nog de route ernaartoe. De tussenstations, maar ook belangrijk wie je meeneemt aan boord. Wie je meeneemt in je team. Toen ik startte met boksen had ik al heel snel een droom. Ik wil naar de Olympische Spelen. Die 5 ringen die ik vroeger op tv zat, daar wil ik naartoe. En daar moet alles voor wijken. We maakten een gameplan. Een plan hoe we daar kwamen. EK's winnen, WK's winnen en elke wedstrijd op mijn naam zetten. Voor al van mijn 180 wedstrijden maakte ik daarom een gameplan. Samen met mijn coach keken we daarnaar mijn sterke punten tegenover haar zwakke punten. Ik schreef het op en ik nam het keer op keer door, tot ik het kon dromen. En waar ik dan gebruik van maakte, was visualisatie. Het plaatje voor je zien. Ik ging staan en dan dacht ik, morgen sta ik hier, in de blauwe hoek. Ik deed mijn ogen dicht. Zij staat morgen voor me, in de rode hoek. Ze is iets kleiner dan ik, dus ik zal laag moeten richten. En als de bel gaat, ga ik naar het midden. Ik pak het midden van de ring, veel scoren met de jab, schijnbewegingen. En als ze komt, bam, 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 dan vang ik de op met rechts. En dat plaatje prent ik in mijn hoofd. En dat bracht me al 1 stap dichterbij. Even een vraag aan de zaal. Zijn er mensen die hier wel eens een puzzel maken? Voorzichtig, die hand mag wat hoger, daar mag je gewoon publiekelijk voor uitkomen. Niks lekkerder, toch op zondagmiddag, regenachtige dag, lekker puzzelen. Maar denk je eens even in, dat je die puzzel moet maken zonder dat je de voorkant van de doos hebt gezien. Dat wordt een heel moeilijk verhaal. En precies dat is de kracht van visualisatie. En daarom raad ik je aan, de volgende keer dat je iets belangrijks moet doen, om ook visualisatie toe te passen. Want dat brengt je al 1 stap dichterbij. Voorbereiding. De juiste focus. Een gameplan. En dan is het tijd om goed voor jezelf te zorgen. Time to care. Want als je grootste doelen hebt, dan moet je er hard voor werken. Maar je zult ook een lifestyle moeten ontwikkelen die jouw doelen 100% ondersteunt. Je moet in topshape zijn. En voor een topsporter is dat natuurlijk vanzelfsprekend. Ik trainde op een gegeven moment 12 keer per week. Maar als je heel andere ambities hebt, dan is dat helemaal niet wenselijk en helemaal niet nodig. Maar toch wil ik ook jullie uitnodigen om je eigen lifestyles onder de loep te nemen. Voldoende beweging. De juiste dingen eten. Genoeg slaap. Want beweging kan je zoveel meer brengen dan alleen fysieke winst. Je gaat je er lekker door in je vel zitten. En sporten zorgt daadwerkelijk bij aan je wilskracht. De juiste dingen eten, in balans en met variatie, is cruciaal als je gezond, fit en oud wilt worden. En slaap heb je nodig, zodat je overdag de energie hebt om die grootste ideeën uit te werken. Goed voor je lichaam zorgen, maar ook goed voor je brein zorgen. Mens sana in corpore sano. Een gezond lichaam in een gezonde geest. Want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. En in een maatschappij waarin we het allemaal haast hebben, waarin we heel veel werkdruk kunnen ervaren, of je misschien moeite hebt om privé en balans gescheiden te houden en te combineren. Daar is goed voor je brein zorgen een absolute must. Maar hoe? Hoe zorg je goed voor je brein? Eigenlijk is een brein net als elke andere spier. Je zult het moeten gebruiken om te zorgen dat het blijft functioneren. Om te onderhouden en liever nog te verbeteren. Maar je zult het ook rust moeten geven om te laten herstellen. En die rust, dat is slaap. Maar je kunt je brein overdag ook helpen aan herstel. En dat kun je doen door te zorgen dat het niet overprikkeld raakt. Dus af en toe even helemaal niets.
Geen social media. Lees liever eens een boek. Sporten, ontspannen, leuke dingen doen, waardoor je de juiste stofjes vrijkomen voor je hersenen. Want dat zijn de voedingsstoffen voor je brein. Fysiek fit en mentaal fit. En dan, voor alle 180 wedstrijden die ik deed, stapte ik de ring in met zelfvertrouwen. Vertrouwen dat ik goed genoeg was. Vertrouwen op de mensen achter me. Vertrouwen dat de gameplan goed was en vertrouwen dat ik ook deze tegenstander kon verslaan. En dat vertrouwen was een keuze, want er zijn natuurlijk altijd genoeg redenen om te twijfelen. Alleen in die ring is geen ruimte voor twijfel. Dus ik vertrouwde erop dat ik elke uitdaging aan kon gaan. En dat vertrouwen, dat straalde ik vervolgens ook uit. En daarmee pakte ik al de eerste winst. Want met die uitstraling pakte ik in elke wedstrijd de lead. En het is niet alleen de boksring waarin zelfvertrouwen en uitstraling al het verschil kunnen maken. En daarom wil ik ook jou uitnodigen om op jezelf te durven vertrouwen. Om de wereld te laten zien wie je bent en wat je kan. En erop te vertrouwen dat geen uitdaging groot genoeg is voor jou. En dan ga je. Met je voorbereiding, zelfvertrouwen, gepaste trots. Maar zelfs dan, als je goed bent voorbereid. Ook dan, als je klaar bent voor grootse prestaties, ook dan zul je tegenslagen tegenkomen. Want at some point, life will come at you. Die tegenslagen, misschien struggles die je altijd al zag aankomen, of juist die klap die uit het niets komt. Misschien word je teleurgesteld door de mensen om je heen, of teleurgesteld door jezelf. En ook ik heb die momenten gehad waarop ik faalde. Keer op keer. Die spelen waar ik naartoe wilde. Daar heb ik jarenlang voor getraind. En in 2012 had ik de eerste kans om me te kwalificeren. Voor de Spelen in Londen. Ik trainde hard en ik was goed. Maar net niet goed genoeg. Ik miste de kwalificatie. Ik miste de boot. Ik heb gebaald. Heb me herpakt. En ben harder gaan trainen dan ooit. Ook daar kwamen tegenslagen van allerlei kanten. Maar in 2016 was ik goed. Heel goed. Ik stond nummer 1 op de wereldranglijst. En ik had al 1,5 jaar van niemand verloren. Ik had 2 kansen om me te kwalificeren. De eerste kans was verreweg de beste. In Europa. Ik had een droomloting. Dit zou mijn toernooi worden. Dit zou mijn moment zijn. En toen, maandagochtend, eerste partij, bam. Ik lag eruit. Mijn Olympische droom hing op dat moment aan een zijden draadje. Er was nog maar een heel klein kansje om te kwalificeren. Op een WK ver weg in Kazachstan. Een aantal weken later. Ik sloot me af van de buitenwereld. En ik moest daar 3 partijen winnen om me alsnog te kwalificeren. De druk was heel erg hoog, maar het lukte. Ik kwalificeerde me en sindsdien ben ik een Olympiër. Ik kwalificeerde me voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Wat ervoor zorgde dat ik altijd maar door bleef gaan, was veerkracht. 6 keer vallen, 7 keer opstaan. Incasseren en weer doorgaan. Simpelweg weigeren om op te geven. En het belangrijkste bij veerkracht is de acceptatie dat die struggles er nou eenmaal bij horen. Maar laat ze je het grote doel niet uit je beeld halen. Hou dat doel voor ogen. Gooi nooit, maar dan ook nooit, de handdoek in de ring. En dat veerkracht, vallen en opstaan, incasseren en weer doorgaan, het is prachtig. Het is heel mooi. Maar ook dat is niet genoeg. Want als je aan de top wilt komen en aan de top wilt blijven, zul je ook wendbaar moeten zijn. Dan zul je om moeten kunnen gaan met allerlei veranderende omstandigheden. Het zijn vaak niet de snelste, de beste of de slimste die succesvol zijn. Maar het zijn vaak de mensen die het beste kunnen omgaan met omstandigheden. Survival of the fittest. En ook bij mij liep alles wel eens anders dan ik hoopte.
Misschien werd de wedstrijdplanning totaal in de war gegooid. Of midden in de voorbereiding brak ik voor de zoveelste keer mijn hand. En soms deed mijn tegenstander totaal iets anders dan wij verwacht hadden. En zo kan het ook in het echte leven zijn. Dingen lopen anders dan je wilt. Misschien financiële struggles, inflatiecrisis, oorlog in Europa, pandemie, waar we allemaal door beïnvloed zijn. En dan moet je kijken of je een klein beetje mee kunt bewegen. Kunt leren van je fouten, kunt leren van je eerdere ervaringen. En dat doorgaan met je geleerde lessen en nieuwe uitgangspunten, dat is weer de start van je volgende voorbereiding. En als je dit doet, als je je voorbereidt met focus en een plan, goed voor jezelf durft te zorgen, goed op jezelf durft te vertrouwen, als je opstaat wanneer je valt en je aanpast wanneer het moet, dus als je deze tools uit de boksring kunt omzetten naar je eigen leven, dan kun je je grootste dromen najagen. Kortom, prepare, care, repair en dan komt het allemaal wel goed. Into the red corner, please welcome Lushka Fontai. Left jab once again, then left hook over the top. Thunderous right cross. And the quick combinations again, firing it in there. Oh my goodness, left-right combination was a beauty.